Ja, goedemiddag. Ik ben Jan Oosman. Ik werk ook bij Waternet, net als Henk. Ik werk in het team van Henk. Ik ben 2,5 jaar geleden ongeveer begonnen. De eerste dag dat ik daar begon, werd ik meteen door Henk op een Tigon-cursus gezet. En sindsdien ben ik heel veel aan het Tigon geweest. Ik werk verder als hydroloog. Ik ben veel bezig met allerlei uiteenlopende projecten zoals boezemsystemen, modellering, poldersystemen, niveau, ook thermische energie ben ik druk mee. En natuurlijk ook de bodemdaling. Vandaag ga ik wat laten zien over de waterbalanstoel en hoe ik die tool gemaakt heb. En dat is vooral, dan ga ik weer naar het volgende plaatje. Links is de standaard waterbalans van Tigon. En als hydroloog was ik vaak benieuwd naar wat betekenen bepaalde maatregelen nou voor mijn gebied. En zoals ik zei, ik werk veel samen met het boezemsysteemteam. Maar ook met de bodemdalingteam. En bij bodemdaling bijvoorbeeld zeggen we van, we gooien alle polders vol met infiltratiesystemen, want we willen de bodemdaling stoppen. Maar voor de boezem is het dan bijvoorbeeld interessant, wat gebeurt er dan met de watervraag? Want er is natuurlijk veel meer water uit de boezem nodig. En om dat soort vragen te beantwoorden, wilde ik graag de waterbalans weten uit mijn projecten. En kijken hoe die waterbalans verandert bij bepaalde maatregelen. En die standaard waterbalans, die was voor waar ik naar op zoek was, eigenlijk niet voldoende. Dus ik ben aan de gang gegaan om een eigen waterbalans tool te maken. Op basis van de Tigon grondwatermodule. En dat is wat je daar aan de andere kant ziet. Dus even kijken. Ik weet niet of ik een pointer aan kan zetten. Maar ja, in ieder geval aan de andere kant. En die is wat uitgebreider dan de waterbalanstool van Tigon. Hij is nog niet helemaal klaar, maar het idee is wel dat hij een stuk uitgebreider gaat worden. Nou, het zal te zien dat ik daar bijvoorbeeld met de tijdseries plot. Ik ga denk ik meteen even het voorbeeld zelf laten zien. Maar ik moet hem even slepen, maar ik weet niet welke kant op. Oh, daar gaat hij. Ja. De tool bestaat nu uit 3 tabbladen, waarin ik een aantal velden invul. En zodra ik dan klik op maak waterbalans, dan krijg ik wat figuren eruit. Op dit moment is dat alleen de posten in de verloop van de tijd. En daaronder heb ik de waterhoogtes die berekend zijn bij het gemaal geplot. Wat ik ook nu kan doen is een vergelijking maken met de gemeten data uit views bij het gemaal. Dus ik vul hier de viewscode in en dan haal ik van de views API haal ik ook die data op. En dan klik ik weer op maak vergelijking en dan krijg ik een grafiekje met hoeveel mij gemeten en berekeningen met elkaar overeen komen. En er komt nog een readme aan, dat is nog niet helemaal klaar. Er komt eigenlijk nog veel meer aan, maar dat is hoe het er nu voor staat. En ik wilde ook dat ik die data natuurlijk zelf kon gebruiken zonder alleen die plaatjes te bekijken. Dus er zit ook een download knopje bij. Als ik die inklik, dan weet ik niet. Dan kan ik die onderliggende data downloaden. En dan krijg ik dus allerlei tijdseries die in die balans zitten. En daar kan ik zelf veel meer mee dan die standaard waterbalans die ik hier weer heb. Nou, dan ga ik nu wat vertellen over hoe het werkt. Ik wilde eigenlijk zo simpel mogelijk een tool maken waarbij je alleen met een API-token, dat is een unieke token die je krijgt als je een actief project hebt. Mijn oorspronkelijke doel was dus om met die token een waterbalans te uitrollen, maar daar wordt het eigenlijk niet heel flexibel van. Ik werkte namelijk eerst altijd op de preview-server en toen werd mijn project opeens omgezet op de LTS en toen deed mijn hele tool het niet meer. Dus was jammer. Dus ik heb nu ook iets ingebouwd dat je kan kiezen welke server je op rekent. Soms modelleer ik een gemaal als een outlet en soms als een pomp. Dus ik heb nu gezegd, je typt gewoon de naam van het gemaal in en dan vind je zelf die building. Ik stop ook vaak de boezem in mijn project, maar die wil ik niet in de waterbalans weten. Dus ik heb ook een functie ingebouwd dat ik zeg, ik wil alleen van deze area de waterbalans weten. En om er een tijdserie van te maken en met views te kunnen vergelijken, moet je ook de startdatum en de tijdstap en uren geven.
Dat is even heel simpel hoe de tool zelf werkt, maar hoe het op de achtergrond werkt. Nou, je maakt eerst een project met Tigon. Dat staat dan op de server van Tigon. En ik heb de tool gemaakt met R. Het is een R-Shiny app. Dus in R heb ik allerlei functies gegeven, bijvoorbeeld voor het uitlezen van tijdserie en voor het uitlezen van een attribuut van een building of een kunstwerk. En in die tool kan je aan de linkerkant dus input geven. Die stuurt je naar die scriptjes toe en dan gaat hij allerlei functies door. Dan post hij een aantal requests naar de Tigon server en dat geeft hij dan weer terug in de vorm van die tabelletjes en die grafiekjes die je kan downloaden. Hoe dat op de achtergrond werkt, eigenlijk redelijk simpel. Dit is de basis ervan. Ik heb hierna nog een ander plaatje als basis. Het zijn twee basis stukjes script. Eigenlijk wat er gebeurt is dat je... wat ik doe is, ik maak eerst een lege dataframe. Die vul ik met alle TQL queries die ik wil hebben. Dus ik zeg gewoon select grid efforts waar een bepaalde area met een bepaald grid op een bepaalde timeframe is iets. Daar maak ik een hele lange loop van, die zet ik hem achter elkaar. En dan krijg ik dus een string, dat is het onderste stukje. Dan krijg ik dus een hele lange string met al die TQL's. En die ga ik in één keer naar de server sturen. Dat gebeurt met dit stukje script. Dus bovenin staat die URL, waarbij nu dus ook de server kan vinden, preview of engine. Dan zet ik die string in JSON format en dan met een post request stuur ik dat naar die URL toe. En wat ik dan terugkrijg is al een dataframe met al die tijdseries die ik wilde hebben. Die moet ik dan nog wel iets bewerken, want ik krijg hem iets anders terug dan dat ik wil hebben, zeg maar, voor mijn grafiekjes. Maar dat is eigenlijk essentieel de basis van mijn scriptjes. En voor de attributen werkt het ietsje anders. Daarbij vraag ik een GeoJSON haal ik op. En dat is eigenlijk nog simpeler. Dus als je in Tigon zit, dan kan je bij je attributen, bij je buildings, kan je ergens export zeggen en dan krijg je een linkje. En die link kan ik al rechtstreeks in mijn R-scriptjes plakken. En dan krijg ik dus een attributentabel met van die buildings of van die areas of whatever je wilt hebben. En die bewerk ik dan ook ietsje en die zet ik dan ook in die waterbalans. Dus dat werkt redelijk simpel. En al die scriptjes die ik verder heb gemaakt om die balans te maken, die bestaan dan weer uit allemaal functies die ik heb gemaakt. Hier zie je bijvoorbeeld links in het midden staan tig, find, overlay, type, id. Dat zijn allemaal voorbeelden van functies die ik heb gemaakt. Als ik naar mijn... ik heb er een package van gemaakt. Als ik die op het scherm zet, dan kun je hier bijvoorbeeld al zien dat al die dingetjes die met... tegen beginnen, dat zijn al die Tigon functies die ik combineer in mijn scriptjes. En dat zijn allemaal redelijk heel korte stukjes, van een regeltje of 10. Maar door al die dingetjes te combineren krijg ik dus die waterbalans eruit. Die waterbalans, maar ik wilde eigenlijk terug naar mijn presentatie. Ja, zoals ik al zei, er zit nog heel veel meer aan te komen. Die balans die er nu in zit, dat is alleen van wat er gebeurt in het water. Maar ik wil ook graag weten wat er in het land gebeurt. En daar ben ik nu mee bezig om dat te bouwen. Ik wil eigenlijk ook in je download dat je de parameters downloadt. Zodat als je een nieuw model maakt en je verandert wat dingen, dat je kan terugvinden van wat heb ik gedaan. En dat je het ook oude en nieuwe sommen met elkaar kan vergelijken. En mijn doel is uiteindelijk ook om aan die... verschillende posten om daar chloride getallen zo aan te kunnen hangen. Om dan nog verder te kunnen verifiëren, maar ook om verder te kunnen kijken wat het nou betekent voor de polder, de maatregelen die neemt. Zoals ik zei, de tool is nog lang niet klaar, maar veel functies al wel. En wie dat interessant vindt, dan kan zo meteen aan het tafeltje komen kijken. Maar dit is mijn presentatie.